Yo mensen, toch weer bij deze video. Mijn naam is Westie van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de nieuwe Westpraat na aflevering. Eigenlijk weer een weekje gewacht omdat het interlands waren. Dus we gaan weer volle start met de Westpraat na afleveringen. Er komt ook nog een nieuwe serie aan, maar daar praat ik na deze video. Of na deze cijfers en waar ik over, wat ik van de wedstrijd vond, praat ik daarna over. In ieder geval de wedstrijd dus van vanmiddag. Feyenoord tegen de Fortuna Sittard. Het was niet echt een hele goede wedstrijd. Eerst zelf helemaal niet zelfs. Maar in ieder geval, het is een beetje een saaie wedstrijd. Maar we hebben wel gewonnen met 2-0, dus dat is het belangrijkste. Ik ga de cijfers met jullie doornemen, jullie hiernaast. En ik ga beginnen bij de doelman Justin Bijlo. Starten, Marsman is natuurlijk nieuws gekomen dat hij vertrekt. Marsman die gaat naar het buitenland, naar Amerika volgens mij. Ik heb geen flauw idee waar die ploeg vandaan komt. In ieder geval gaat hij dus het geld verdienen, gaat hij dus weg. Bijlo dus in het doel, 6,5 gekregen. Keept een goede wedstrijd, als hij moest dan stond hij, dus tevreden. 6,5. Gitaard ook 6,5. Deed het ook goed. Botkine 6. Spijtsen 5,5. Die heb ik ook nauwelijks gezien. Sowieso de verdedigers heb ik niet echt vaak gezien. Dat is ook een voordeel natuurlijk voor Feyenoord. Maar Spijts, ja, die had ook wel een paar foute paasjes. Ik ben geen fan van Spijts, dat weten jullie. Zo, dat weten jullie. In ieder geval dus een 5,5. Malatia 7 speelde echt een goede wedstrijd, vond ik, tegen Malatia. Sommigen hebben wat op hem aan te werken, maar ik vind hem gewoon echt een goede speler, Malatia. En daar hij mij dus een 7 gekregen had. Leroy Fer, een 5,5. Die hebben we nauwelijks gezien. Helemaal niet zelfs. Had ook af en toe gewoon foute paasjes die zo naar de voeten van de tegenspeler gingen. Ze vervangen El Batshuayi, hoe we het ook uit te spreken. Kwam erin in de minuut 79. Hebben een 6 gekregen. Is ook bij gebleven. Hij hebben zich, toch wel die jonge spelers die erin kwamen, hebben zich toch wel laten zien hoor, toen ze erin kwamen. Toornstra 6,5. Speelde altijd een goede wedstrijd Toornstra. Nog een goed afstandsschot gehad ook. Diemers 5-0 speelde ook niet echt een perfecte wedstrijd. Ze invallen Texera daartegen wel. Dat had gelijk een hele mooie kans, maar die werd gered door de doelman. Dus een 6,5 voor Texera. Berghuis een 7,5, toen ook nog gescoord. Berghuis, goede wedstrijd van hem. De hoogste ook tot nu toe in deze lijst. Bozeniek een 6,5. Speelde een aardige wedstrijd totdat hij gewisseld werd. Toen kwam Balde, ook die speelde een goede wedstrijd. Ook een 6,5. Maar die Balde, ja, die gaat ook wel een goede speler worden denk ik hoor. Linssen een 6,5, scoorde natuurlijk ook nog die 1-0. En dus dat zijn een beetje de spelers. De cijfers van de spelers, maar ik ben er zeer tevreden met de invallers. Texera en Balde. Batshuayi niet echt gezien, maar ja, toch wel die andere twee wel. Texera en Balde. En dus die gaan gewoon sowieso beter worden volgend seizoen. En laten we hopen dat Slot ze gaat gebruiken. Natuurlijk nog een vraag, wie er vertrekken bij Feyenoord. Botkine volgens mij, die gaat zo op zijn contract vanaf. Heel wat spelers in ieder geval. Ze kunnen natuurlijk verlengd worden, dat weet je maar nooit. Ja, ook wat spelers die natuurlijk niet speelden vandaag. Kortjo was positief getest. Senesi was positief getest. Prato, maar ja, die speelt ook bijna niet bij Feyenoord. Geen idee waarom die gekomen is. Jurgensen had ik ook niet gezien. Dus misschien was die ook positief getest, wie weet. Maar in ieder geval dus, die spelers gaan zich wel wat zien volgend seizoen. Dat waren een beetje dus mijn dingetjes van de wedstrijd 2-0. Twee mooie doelpunten ook. De 1-0 van Linssen op voorgeven van Berghuis. Goeie kopbal van Linssen. En dan de 2-0 van Berghuis natuurlijk. Ja, een typisch Berghuis goal. Goeie paas van Balde. En Berghuis kon hem perfect afmaken dus. En dat is al de twee mooie doelpunten volgende week. Tegen wie moeten we volgende week? Ga ik even heel snel kijken jongens. Zo jongens. Trouwens, zometeen ga ik even praten over de nieuwe serie. Morgen komt die op mijn kanaal. Even kijken hoor. Dan gaan we even naar Feyenoord toe. Even snel. Kan allemaal heel snel jongens. Kan allemaal heel erg snel. Even kijken. Utrecht. Oké. 11 april, weer vroeg, kwart over 12. We spelen uit in Utrecht, hier dus waar ik woon eigenlijk, in Utrecht. Maar in ieder geval is het dus Utrecht-Feyenoord. En daarna, wie hebben we daarna? Daarna hebben we Feyenoord-Vitesse, ADO-Feyenoord, Feyenoord-Ajax, 9 mei. Oké. Nou goed, hopen dat tegen Utrecht een goede wedstrijd wordt. En ik ga nu praten over de nieuwe serie die eraan komt. Er komt een nieuwe serie aan op dit kanaal. Ik zei het al in de career modes, mocht u het niet gezien hebben, dan ga u het dus nu horen. Vanaf morgen komt er dus een nieuwe serie. Die komt één keer in zoveel tijd. Hij heet West Verzameld. Hiernaast het logo. West Verzameld. Ik verzamel dus sommige dingen. Zoals hier jullie zien. De Feyenoord verzameling. Maar ik heb ook beeldjes die ik verzamel. Kinderdingen van vroeger. Dus ik heb bijvoorbeeld Bas en Adriaan. DVD's van andere series van vroeger. Allemaal andere dingetjes die erbij horen. En morgen hebben jullie de eerste aflevering. Wat gaat over de verzameling van Ernst, Bobby en de rest. Dat is de eerste video die dus van de West verzameld video komt. Die gaan jullie morgen zien. Ik denk ergens in de middag. Morgen vroeg hebben jullie natuurlijk de career mode. En dan ergens in de middag komt dus die West verzameld aflevering. Ook dat jullie dat leuk vinden. Ik merk dat jullie zulke video's echt tof vinden. Dat het een beetje over mijn leven gaat. Af en toe een vlogje. Ik heb nou niet echt iets om over te vloggen. Dus dat wordt het misschien niet. Ja, misschien wel een keer een dagje in mijn leven. Wat ik toen ook een keer gedaan heb met de post. Alleen kan ik op mijn werk niet vloggen.
Dus dat is even een klein nadeeltje. Klein nadeeltje, jongens. Maar goed, in ieder geval, we gaan het allemaal meemaken. Dus de nieuwe serie vanaf morgen dus op mijn kanaal. Rond 1 uur of 3. Misschien zelfs eerder. Laat het wel weten. Kijk gewoon op Insta. FIFAboy1999NL. Officieel en houd in de gaten. En ook, ja, Rudy Monster. Rudy_het_monster. En Wes_en_Rudy. Dat is Insta-account van Wes en Rudy. In ieder geval, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot morgen dus bij een nieuwe QR-mode en een nieuwe serie. En dan zeg ik, zoals tijd is als nu, later.